Weet je dat het voor een YouTuber best wel moeilijk is om soms een origineel idee te bedenken om je video mee te beginnen? Ja, en toch vind ik dit origineel genoeg. Let's go! Woo! Oké, nou, hey kijkers van GameplayWorldXL, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Doe natuurlijk alvast dat blauw duimpje omhoog. Als wij op deze video de 1000 likes kunnen halen, dan zou dat super vet zijn. Dus doe dat blauwe duimpje omhoog. Vandaag heb ik dus weer een onderwerp voor jullie. En je zag het al aan de titel, de Don't Judge Challenge. Wow! Misschien weet je al wat het is, misschien weet je het nog niet. Als je een beetje actief bent op Twitter, op Facebook, op Instagram of wat dan ook. Snapchat heb ik er nog niet op gezien. Dan weet je misschien wel wat de Don't Judge Challenge is. Echt heel kut om uit te spreken trouwens. Gods. Maar de Don't Judge Challenge betekent dus dat jij een filmpje van jezelf maakt. Dat je eerst bijvoorbeeld er heel erg lelijk uitziet. En dat je daarna een muziekje hoort. En dan ineens ben je heel erg knap. Ja, heel simpel uitgelegd, maar dat is het wel. En wie ben ik dan als een YouTuber om daar geen video over te maken? Dus daarom dacht ik, ik ga hier een video over maken, want ik heb jullie natuurlijk een paar dingetjes te laten zien. En ik wil zelf ook wel die Don't Judge Challenge uitproberen. De challenge staat ook al dus bekend bij het spreekwoord Don't Judge a Book by its Cover. Oftewel, beoordeel niet iemand op zijn uiterlijk, want misschien is die persoon wel heel lief of heel knap of wat dan ook. Maar nu lopen er dus ook allemaal mensen weer te haten op deze challenge. Omdat de mensen dus zouden zwart gemaakt worden. Met bijvoorbeeld dus heel erg veel pukkels. Of mensen met een hele doorlopende wenkbrauw. Heb ik dan weer net niet zo'n last van, hè? Omdat dat dus bij het lelijke deel hoort. Of mensen met een bril bijvoorbeeld. Dat doen ook heel veel mensen. Zetten ze een bril op het begin. En dat wordt dus onder het lelijke deel gezien. Dus oftewel, als je een bril op hebt. Of als je pukkels hebt. Of als je een doorlopende wenkbrauw hebt. Dan ben je dus gelijk lelijk. En daarom wordt het dus eigenlijk heel erg gehaat op deze challenge. Omdat de mensen dat dus zielig vinden voor de mensen die dus dat soort dingen hebben. En ineens iedereen vindt dat lelijk bijvoorbeeld met zo'n challenge. Ja, dan heeft het toch nog alsnog niet zo heel veel zin. Maar daar gaat het dus in ieder geval om. Je moet niet iemand beoordelen op iemands uiterlijk. Maar eigenlijk heeft de hele challenge al zijn kracht verloren. Omdat gewoon mensen willen pronken met hun uiterlijk. Van zo van, oh kijk, nu ben ik lelijk omdat ik pukkels heb getekend. En ik heb mijn wenkbrauwen helemaal zwart door elkaar heen getekend. En oh, ik doe zo. En wow, ik ben knap. Ja. En dan gaat het helemaal niet meer om waar het eigenlijk om ging. Oftewel, niet iemand beoordelen op zijn uiterlijk. Niet dat ik dat nou erg vind. Ik bedoel, ik zit daar totaal niet mee. Die challenge, dat is gewoon leuk om te doen, denk ik. En mensen vinden dat ook leuk om te doen. Maar, oh, ik heb me een paar voorbij zien komen, jongen. En toen dacht ik van, damn. Holy fuck. Holy fuck. Echt één zo'n meisje, @Nisrina op Twitter. Ik ga straks het filmpje laten zien. Wow. Ze volgt mij ook op Twitter. Ik weet niet of ze dit gaat zien. Ja, laten we maar snel doorgaan. Maar dat is dus een van mijn favoriete filmpjes van die challenge. Ik zal hem laten zien. Dit is dus het filmpje. Je ziet het dus eerst heel lelijk en daarna hoe ze er echt uitziet. Ja, je snapt misschien wel wat ik bedoel als jij een jongen bent. Maar er zijn natuurlijk ook weer jongens die het doen. Dus zoals eentje hier zo bijvoorbeeld. I believe I can fly. Er zijn dus eigenlijk ook weer heel veel creatieve ideeën bij deze challenge verzonnen, zeg maar. Want er wonen godverdomme 7 miljoen mensen. Oh, 7 miljoen. 7 miljard mensen op deze wereld. Ik heb trouwens nog wel iets leuks om te laten zien van mezelf. Ook een beetje, want ik had heel erg veel pukkels, zeg maar, vroeger. En daar voelde ik me echt kut over. Gelukkig is het nu allemaal weg aan het gaan. Daar ben ik ook zelf best wel blij om. Kijk, het hoort natuurlijk gewoon bij de leeftijd. Dus je hoeft je er totaal niet voor te schamen. Maar dit was dus een video van 3 maanden terug. En toen had ik dus dit. Hey jongens, welkom bij mijn 10k subspecial. Mijn 10k subspecial, zoals je aan de titel hebt gezien, is... En nu heb ik dus dit. Ik vind dat het... Ik ben er in ieder geval blij mee. En nu komen de haters natuurlijk weer zeggen van, ah, het was nog pukkels. Ah!
Ja, duh, ik ben fucking in de puberteit, dus wat maakt het uit? Als je zelf pukkels hebt, don't care. Je kan er wat aan doen, het gaat vanzelf vast wel over. Bij mij is het uiteindelijk ook echt voor een heel erg stuk overgegaan. En de mensen die daarop gaan haten, bijvoorbeeld op jou, dan als je bijvoorbeeld comments onder je eigen video ziet of gewoon in het echt. Dat zijn toch waarschijnlijk een paar hele jonge kindjes die nog niet in de puberteit zitten. Dus daar hoef je je echt totaal niet onzeker over te voelen. Maar daar ging eigenlijk heel deze video niet over. Ik dwaal wel helemaal af van het onderwerp. Ik ga de Don't Judge Challenge doen. En ja, verwacht er niet te veel van. Kan namelijk heel zo naar een camera kijken. Maar ook echt totaal gewoon niet als het echt moet of zo. Ja, ik ga maar beginnen. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's ja, zo moet het dus een beetje. En dan ben je dus blijkbaar sexy. Terwijl ik het zelf een beetje ruim vind om te doen. Ja. Maar het grappige is, het ziet er dus zeg maar zo uit. Je pakt je telefoon en elke jongen zoen dus een beetje zo van. Gekke kaaklijn forcering. Nou, dat was dus mijn Don't Judge Challenge. Hopelijk vond je deze video leuk. Doe nog eventjes een blauw duimpje omhoog natuurlijk als je het nog niet gedaan had. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Laat natuurlijk ook achter wat jij van deze challenge vindt. Ik vind hem op zich best leuk, alleen het is een beetje apart met dat gezicht te trekken. En dan weet ik voor een of. Het is een beetje raar. Maar het is echt weer zo'n werelddingetje wat dan weer nieuw is ofzo. Laat het achter in de comments. En ik zeg, later. Oh, zo tering bijna mijn lamp. Dat moet ik niet vaker doen. Later! Oh, oké, even dat je het even wat er al hier deze opname uit te stellen. Omdat ik dit ding niet wil uitzetten. Het is te warm. Maar ik ga.